10. Heb ik ook niet. 59. Wacht dan. 13. Wacht dan. 55. 53. 24. 71. Boing, boing, Koffie en Peppie, Peppie en Koffie, hopla eruit. Allebei opstaan, geen haasje reppie, Koffie en Peppie, opstaan luie Peppie. Toet, boing, boing, Koffie en Peppie, samen ontbijten, Koffie maakt groot. Goed gedaan, danseres vanavond. Nee, maar nog uit. Jammer. Maar sorry. Hey jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe voetbalfit. Vandaag hebben we en geen gast en geen publiek. Het is een trieste bedoeling. Maar we maken het zelf mooi met Kokkie en Peppie. We maken het zelf mooi, we maken er zelf een feestje van. Maar even een oproep. Publiek is altijd welkom. Je bent altijd welkom hier lekker te gaan zitten, krijg je wat te drinken. Vandaag niet, ik heb alleen water. Je hebt ook een glas gedronken, dat... jongen. Ja, ik probeer het over te gieten, maar het lukt niet helemaal. Hey jongens, laten we het even een beetje centraal houden. Ja. Hoe was jullie week? Matthijs. Ja, wat minder. Wat is er gebeurd? Ik ben met voetbal door mijn knie gegaan. En hoe kan je door je knie gaan? Ja, ik maakte een verkeerde beweging, toen klapte mijn knie naar achteren. En nu? Ja, nu loop ik met een brace om. Ja, ik mag voorlopig even... Dat ding moet 4 weken omblijven. En ik mag voorlopig dan nog even niet voetballen. En jij bent weer beter, helemaal? Ja, ja. Zien jullie toch, kijk zo. Helemaal niks. Helemaal niks meer. Nee. Bof jij even. Stan, wat jouw week? Ja, was leuk. Heb je nog wat spannende dingen meegemaakt? Nee hoor. Jawel. Oh. Ja, gewoon Facebook Katwijk is begonnen. Vorige week zei je Facebook Rijsburg en nu is het Facebook Katwijk. Leef je van Facebook naar Facebook? Ja, tuurlijk. Even DJ. Doe even, je mag shout-out doen zelf. Even boeken en zo. Shout-out naar Stefan. Ja, ik ben niet te boeken, jongens. Ik boek hem, dat is wat anders. En jij? Ja, ik heb wel leuke dingen gedaan. Hè. Net als vorige week, gewoon lekker vakantiegebied. Ja. Lekker, man. Hé, hey, vriend, wetenschap. Ook goed. Je mag er wel blijven zitten, gewoon ermee praten. Oh ja, super. Dat is prima, eindelijk. Hé, vorige week hebben we even de transfers doorgenomen van VV Katwijk, heel snel. Dat belangrijkste. Heel snel. Heel belangrijk. Vandaag gaan we even kijken bij Quick Boys, wat daar allemaal aan de hand is. Ja, jammer dat er geen Quick Boys er is. Ja. Het is jammer dat er geen Quick Boys er is. David doet mee aan de spektakelrun, want het is ook feestweek natuurlijk. Maar dat deed ik ook. Guus is. Guus is altijd, ja, ik kom wel, ik kom niet. Ja. Toch? Ja. Dat is Guus. Ja. Dat is Guus. Maar leid ons er even kort en krachtig doorheen. Ja, Stan Prosman en Jesper Hulpendoorn. En Jaap van der Plas en Dirk Uyt stoppen. En Dirk Uyt heb een paar wedstrijden gespeeld. En verder gaan nog mensen weg? Ja, vijf spelers gaan naar Rijnvogels. SV Rijnvogels. Nieuwe spelers zijn Mark de Kruis. Die gaat naar Terleden. Nee, van Terleden. Bert Steltenpoel van Spakenburg. Okay. Ivalen van Staal van Rijnvogels. En twee jongens van Jong QB. En Martin van Eeuwijk heeft een jaar schorsing. Ja, die ken ik wel. Die komt gewoon binnen. Dat ken je hem? Ja, dat had ik gespeeld. En daarna bij Lisse, toen is fout gegaan. Ja, die had trek volgens mij. Wat is er gebeurd? Gebeten of zo, bij iemand in de zaal. Bij Luus of zo, kuit. Je hebt een zwaarresje gedaan. Ja, maar hij heeft wel al van die dingen gedaan. Ja, gebeten in een bovenbeen. Dat is niet het slimste wat je kan doen natuurlijk. Sowieso bijten, waarom je bijten? Dat doet je zusje toch als je in groep 3 zit, of niet? En hoe bijt je in de boven? Dan kan je toch eerder schouder, dan maak je zo'n boven. Maar hij zat op de grond. Oh. Nou, maakt de slijding voor mij. Ja, zoiets. Ja, ik was er niet bij, dus ik kan er niet over. Ik vind het een bijzonder verhaal, maar ik vind het wel bijzonder ook van Quick Boys dat ze een speler naar binnen trekken die toch een jaar schorsing heeft. Ja, maar hij kan wel gewoon geweldig voetbal. Ja, dus het is eigenlijk een investering voor een jaar. Want hij mag, maar hij mag een jaar niet voetballen. Nee, hij mag ook niet trainen. Maar na een jaar. Ja, dan heb je echt wel een goede aankoop. Als je een jaar niet traint, dan moet je ook wel weer een... Hij traint wel gewoon mee hoor. Bij tweede en zo, denk ik. Hij mag alleen niet met het eerste mee trainen. Oké, en verder, Quick Boys? Ja, bestuur. Er is een heel nieuw bestuur, dus dat betekent nieuwe keuze en nieuwe visie. Dus misschien gaan we ook hele leuke dingen zien met Quick Boys. We hebben genoeg gestookt en genoeg geouwehoerd. Laten we even een potje bingo doen. Bingo.
What follows is a brief construction montage. 10. Heb ik ook niet. 59. Wacht op. 13. Wacht op. 55. 53. 24. 71. 60. 44. 31. 69. 82. 23. 75. 19. 21. 7. 15. 4. 77. 87. 61! 61 moet je nog! Bingo! 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 Ik moet 3 kaarten tegelijk maken. Bingo! Geef hem die 5 euro. Oké, okay. Bingo! Ik heb een reactie gekregen van iemand, de broer van Stan, over het cashless systeem die ze nu hebben. Cashless. Kerstmis systeem. Kerstboom, kerstballen. Waarin jullie niet meer met contant geld kunnen betalen. En hij zei, het probleem is eigenlijk niet dat je niet meer met contant geld kan betalen. Maar dat je niet meer met jouw pas, als je naar een andere club gaat, dat je daar ook kan betalen. Dus als jij van VV Katwijk bijvoorbeeld naar Quick Boys gaat, omdat daar VV Katwijk Boys is, kan je dat niet betalen. Ja, met pinpas toch? Ja, met pinpas. Maar ouders willen niet iedereen een pinpas geven. Je hebt toch een clubpasje, waar je dan geld op zet. Ja. Ja, die heb ik. Omdat je dan geen contant geld meer mee hoeft te nemen, omdat je daar niet mee kan betalen. Hij komt voor de broer op. Geen contant. Ja, jij bent hier dat je contant geld hebt. Ja. Hè? Ja, jij bent een Rijnsburger, jij hebt alleen maar contant geld. Nee, dat zei ik niet. Nee, maar ik wel. Maar dat zei ik niet. Maar wat zouden jullie ervan vinden? Wat zouden jullie ervan vinden dat er een algemeen, of dat iedereen ze... kijk, maar dan heb je een bolstreekpas, maar je zou het natuurlijk ook kunnen doen dat je systemen wat met elkaar samenwerkt, dat je met je VV Katwijk pas ook op de bos kan betalen. Ja, dat zou wel top zijn, toch? Ja, want dan heb je gewoon één pas. Ja, maar bij de jeugd, dan voel je eigenlijk niet meer bij in een pool met Katwijk en Rijnvogel en Quick Boys. Ja. Je voetbalt heel veel tegen Liss en zo. Ja, maar als je met de hele Bollenstreek bijvoorbeeld zegt, van we accepteren elkaar passen. Ik haal niet echt bij een andere vereniging haal ik wat. Ik ga altijd na de wedstrijd, als ik uitspeel, ga ik naar huis en dan naar Katwijk en haal ik daar wat. Ja, maar stel je voor, je gaat naar Liss. Ga je nooit naar Liss toe? Nee. Naar een wedstrijd? Nee. Precies dan. Ja, zoiets. Dan wil je nog lekker halen in de pauze. Dan is het makkelijk als jij met je eigen clubkaart kan betalen. Ja, oké, dan wel. Wat zeggen de jongeren? Doen of niet doen? Doen. Oké, uit de conclusie. Kijk uit met voetballen. Ja. Gekke bewegingen. En voetbalclubs. Misschien is het wel handig dat jullie elkaars pinpasje gaan accepteren of elkaars clubpasje. En voor nu zeg ik tot de volgende week. Dan zijn we weer terug. Ryan, jij mag de rest van het woord doen. Abonneren. Dank je wel. Woo!